Rallynavigator Paul Helmink uit Emmeloord heeft in het Duitse Meppen de puntjes op de i gezet voor de Zuiderzeerally van volgende week. Ja, dat is eigenlijk de enige locatie waar we kunnen doen wat we willen in alle rust, zonder dat iemand last heeft. Geen omgevingslawaai voor omwonenden, noem het allemaal maar op. Het is een redelijke lange baan met veel ruimte, veel brede asfaltwegen. Met ruimte om te spelen, om te zoeken waar de grens ligt, zonder dat je gelijk gestraft wordt. De Zuiderzeerally met start en finish in Emmeloord wordt vrijdag en zaterdag traditie getrouw weer gehouden. Helmink moet rijder Per Brouwer uit Rogat naar de finish coachen. Helmink is niet de enige Emmeloorder in dit team. Ook monteur Jetsen en Haaie Vis horen erbij. Ja, het zijn vakidioten, het zijn techneuten. Ze zijn van A tot Z bezig met de techniek. Niet alleen op de woensdagavond als ze sleutelen, de rest van de week zoeken, kijken, vragen. Gezond eigenwijs, niet alles aannemen. Zelf bekritiseren, analyseren en dan zelf hun eigen ding de vermaken. De jongens zijn heel blij met wat wij doen. Dat spreken ze vaak uit, dat ze heel tevreden zijn. Dus daar draaien wij dan weer op. En als die auto gewoon weer aankomt, iedereen in de rallysport weet dat de navigator en de rijder dat niet alleen doen. Dus dat is voor ons genoeg. En voor ons is het gewoon mooi als die auto aankomt en daar hebben wij het plezier in. De test was ver van huis in het Duitse Meppen. De wedstrijd is komende vrijdag en zaterdag dichtbij in hun eigen Emmeloord. Voordeel is het niet echt, behalve dat je eigenlijk, je moet in andere rallies waar je niet gewend bent om van verbindingsroute van A naar B te rijden. Kan je nu eigenlijk met je ogen dicht, kan Pierre gewoon de weg vinden. Hoef ik iets minder op te letten. Maar verder moet je net zo goed opletten op een rallyproef in Emmeloord dan een rallyproef in Achtmaal of in bedenk maar waar je naartoe gaat. Je hebt natuurlijk iedereen komt bij je langs en iedereen komt even kijken. Dus je hebt hier meer contact dan dat je normaal bij een andere rally hebt in Hengelo of Rennendoorn bijvoorbeeld. Hier komen wat meer mensen langs, dus dat is gewoon, het is wel wat specialer. Ja. Ja, maar aan de andere kant kan het ook irritant zijn, hè? Want jullie moeten gewoon je werk doen. Ja. Maar de meeste mensen snappen wel dat als de auto er is, dat we dan druk zijn met de auto. En dat als de auto weg is, dat we dan weer even contact zoeken,